Voor de 8 uur, het water staat in de gang, dus we hopen dat je naar binnen kunt. Voor mijn dochter, die had een zaak in Voelende, een sliterie. Ik kreeg net een bericht van haar van, het gaat eigenlijk fout lopen. Ja. Gewoon barricaderen. Ja, behoorlijk druk. Vanaf vanmorgen eigenlijk al komen de burgers hier zand ophalen. Wat ik zo even ruw schat, zit er zeker al een 80, 90 mensen hier geweest. Dat we ook de mensen kunnen helpen, zo nodig.